Hey, welkom. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag, jongens, vandaag sta ik met mijn familie hier. Erg gezellig, erg leuk. Nee, vandaag wordt een bijzondere video. Het is eigenlijk gewoon een standaard Minecraft video. Ik ga vandaag de portal maken terug naar het spawn-eiland, zodat we daar winkels kunnen maken. Verder ga ik een stuk van mijn muur afbouwen en verder moeten jullie het gewoon maar zien. Bekijk het maar! Ik heb nog steeds te weinig slaap. Like zeker even de video. We gaan voor 2000 likes. En comment even wat jij heel graag wil zien dat wij gaan maken of gaan doen. En dan kunnen we dat zeker even laten gaan bekijken. Abonneer. Doei. Hey. Oh mijn god. Ik heb echt je leven gered, hè. Ik heb echt je leven gered. Ik heb echt... Oh, ik plaats hem echt onder je. Oh mijn god. Wow. Kijk, het plan nu, jongens, is om weer even wat obsidian te hakken. Zodat ik de nether in kan gaan om daar vervolgens portals te maken naar de spawn. Dus naar het mushroom eiland waar we allemaal op gespand zijn. En daar kan ik dan vervolgens misschien een leuk winkeltje gaan plaatsen gelijk. Dat wil ik wel heel snel doen. Ik wil de eerste zijn die een hele basic winkel maakt. Die eigenlijk items koopt die iedereen wel nodig heeft. Zodat ik iedereen voor kan zijn. Oké, we hebben 14 obsidian. We hebben een dinges bij ons, flint en steel. En dan gaan we naar 0-0. En dan hoop ik dat we theoretisch gezien op het eiland van de mushrooms moeten uitkomen. En moet ik even kijken welke kant het op is. Die kant moet ik dan op. Oké, dan gaan we een beetje zo. Die kant moeten we op. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het namelijk echt gewoon een paar blokjes lopen is. Nee. Oh, ik heb geen goud aan. Shit. Oh, wat stom. Ik had goud moeten dragen. Dan vallen ze hier niet aan. Maar dat maakt niet uit. We zijn er al bijna. We zijn er letterlijk al bijna. Het is gewoon echt een hele korte route. Oh mijn god, die beesten vallen hier aan natuurlijk. Ik moet goud dragen. Ik moet echt goud dragen, anders ga ik dood. Ik denk dat ik er bijna ben. Weet je wat, als ik hem nou hier bouw. Zou dit goed zijn? Zou dit een goed plekje zijn? Waar eindig ik met mijn portal als ik hem hier plaats? Eindig ik dan op het Mushroom Eiland? Waar eindig ik dan? Zeg maar alsjeblieft dat ik goed eindig. Alsjeblieft dat ik goed eindig. Op het Mushroom Eiland. Nee. Ja, dichtbij. Heel dichtbij. Kijk, zie je? Dit is top. Dit is helemaal top. Oké, dan moeten we eigenlijk dus dit hakken. Namelijk, want nu kan ik gewoon mijn obsidian hier weer hakken. En dan verplaats ik dit obsidian gewoon naar die andere plek op het Mushroom Island. En dan heb ik een goede netherportal waarschijnlijk. 100% eigenlijk. Ja, dit is helemaal top. Oké, we hebben alle blokjes hebben we te pakken. Dan hoeven we alleen nog maar hierheen te gaan. Dan plaatsen we even op het centrale punt. Op het Mushroom Island plaatsen we de netherportal. Een centraal punt. Nou kijk, daar zijn we gespand. Op de mushroom. Dus het is misschien wel leuk dat ik op de mushroom waar we allemaal begonnen zijn, dat ik daar de netherportal plaats. Dat is wel een leuk punt, toch? Gewoon op de mushroom, de netherportal. Precies in het midden hier. Oké, 1, 2, 3. Dan maak ik hem gewoon lekker 3 groot zelfs. En dan hebben we dit zo. En dan is dit onze tijdelijke megaportal die ons naar de plek leidt, naar de hub. Nu kunnen we gewoon altijd... Dit is een spawn point. Hoe leuk is dat? Kunnen we gewoon altijd terug naar waar we willen. En dan ben ik benieuwd waar dit me heen leidt. Zeg me niet in de lava. Ik gok die portal die ik net heb geplaatst. Ja, kijk, dat is die portal die ik net heb geplaatst. Hij pakt die gewoon. En dan kunnen we van dit kunnen we even een mooi plekje maken uiteindelijk. Een veilig plekje van, joh, dit is de hub, weet je. Deze brengt je naar de hub. Ik heb toevallig signs bij me. Winkel eiland. Zo, hoppakee, winkel eiland. En door aan de rechterkant nog één. We moeten nu even een route maken die duidelijk is voor de mensen dat ze van spawn naar winkel eiland. Van spawn van hun base naar winkel eiland kunnen. Even kijken of ik mijn route nog kan herpakken. Oh, waar woon ik nou? Waar is dat nou? Oh, dat moet ik dan opnieuw vinden. Hier heb je ze weer. Pas op. Als het goed is ben ik er alweer bijna hoor, daar niet van. Ja, hier, kijk. Helemaal lelijke blokjes geplaatst van ons avontuur. Ja, hier is het. Dan zal ik even een pad maken, maar daar heb ik nieuwe blokken voor nodig voor dat pad. Dat pad wil ik maken van netherblocks. En die moet ik dan eerst even hakken, maar ik heb gelijk even een golden chestplate gehaald, zodat die poepbeesten me niet telkens aanvallen. Voor nu doe ik het gewoon op zo'n manier. Dan ga ik gewoon zo'n pad maken. Kijk, dan moet ik wel weer naar de goede kant. Dus nu doe ik het gewoon met een hakkend pad, dat ze gewoon zoiets kunnen volgen. Het is heel simpel, maar nou, dan kom je er wel. Kijk, het pad schiet al op. Ik ben al lekker onderweg. En op een gegeven moment kom je er gewoon daaruit. En dan kan ik het gewoon... Als mensen me wat diamonds betalen of wat anders. Wat is best wel wat ijzer of zo. Dan wil ik best voor hun ook een pad maken vanaf hun ding naar de span. En dan gewoon van naar iedereen toe. Dat ik gewoon de nether dingen maak. Of ze moeten het zelf doen. Ik heb goud aan. Hallo. Hallo. Ik heb goud aan. Waarom ben ik... Oeh. Oké. Oh mijn god. Ah! Oké, nu nog het kindje. Waarom ben je zo snel? Ja, ren maar weg. Oké, dit is het bad tot nu toe. Je gaat zo. En dan ga je hierin. En dan loop je zo rustig door. Je zo. Uiteindelijk wil ik dit zelfs nog ijs maken. Dan wil ik zo. En dan, nou, vanaf hier ga ik verder. Waarschijnlijk hadden die beesten nog van de vorige keer dat ik hun had aangevallen. Waren ze daarom boos op me? Of die beesten worden gewoon standaard boos op je. Maar deze horen als het goed is niet boos op mij te worden. Omdat ik nu met een golden chestplate rondloop. Mijn pickaxe is bijna stuk. En ik word echt verdrietig als dat gaat gebeuren. Dan moet ik helemaal teruglopen. Oh, en we zijn volgens mij heel close. Even kijken. Ja, we zijn echt nog 50 blokjes weg of zo. Maar kijk, dit hele pad, joh. Dit pad is
is toch top? Nee, dit is helemaal top. Nee, dit kan iedereen wel volgen. Elke drol kan dit pad wel volgen. Kijk, het is heel chill. Oh, je hebt wel net een portal. Ja, ja, die hebben we al de hele tijd. Ik heb ook al een portal gemaakt naar het Mushroom Island. Want het Mushroom Island, dat wordt zeg maar het... daar gaan we dingen verkopen, weet je? Gewoon, weet ik veel. Dan kan je winkeltjes maken wanneer je wilt. En ja, niemand heeft zin om de hele tijd snel daarheen te gaan. Hé, hey, de opa's lopen achter ons aan. Kijk, en dan hierheen, 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 hierheen. Volg gewoon het pad moet je volgen. En dan ben ik er nu bijna. Dus dan ga ik verder hakken. Als jij even mij kan helpen met hakken. Hallo! Hey, kijk. Het is alleen mijn pad te volgen. Laat mij maar gewoon voor. En dan maak ik het pad even. Ja, ik volg je van links. Hey, jongens. Welkom. Hoe is het leven hier? Ja, helemaal prima. Ik ben gewoon iedereen een plezier aan het doen. Maar vooral mezelf op het moment, maar... Eten nodig, anders nemen we alles in beslag. Ja, hoezo alles in beslag? Blijf staan, meneer Plakkers. Doei. Anders nemen wij uw vis mee. Nee, niet meer vis. Je axolotl. Nee. Eet nog wat anders. Niet mijn axolotl. We gaan helpen trouwens even. Weet je wat ik trouwens... Ik eet letterlijk nu... Ja, neem ik maar mee. Dat vind ik sowieso niet zo erg. Jullie kunnen het pad hier naartoe maken, want dit is de portal die we gaan gebruiken voor de dinges. Echt gewoon precies op de spot. Ja, ik heb hem hier. Nee, ik heb deze eerst gebouwd, dat is het ding. Dan kom je hier terecht. Hey. En dan hier gaan we gewoon eilandjes bouwen. Hoe leuk is dat? Of eilandjes, hier gaan we winkeltjes bouwen. Als je aangevallen wordt, ik help je niet. Ja, ik heb een dinges chestplate aangedaan voor dit. Het pad is nog niet heel veilig, dat is een beetje het enige. Oh, pilletjes! Wat pilletjes? Wat doe je hier? René heeft hier waarschijnlijk gezien die denkt van Loesoe. Oh nee. Maar ze schieten niet eens op ons. Oh, ze zijn ineens heel agressief. Oké, ook echt allemaal bij. Pak jij ze. Pak ze, ze zijn allemaal bij. Ja, goed zo. Oh, eentje dood. Nice, met echt een one-shot. Oh, die tweede ook one-shot. Huh? Huh? Boom. Hoe kan dat? Ik ben banner. Oh, nice. Ik ben de warrior van Landhoeker. Je moet ons krijgen. Oké, jongens, de hele nether portal is aangesloten. Het is nu tijd om een beetje verder te bouwen aan het land hier. Want ja, ik ben wel lekker bezig geweest met van alles. Nu met pranks, met de nether in, met avonturen, met gekutten met de jongens. Maar nu is het ook tijd om gewoon weer progressie te maken. Dat is ook heel leuk. Kijk, ik heb ook wat saplings nu bemachtigd. Even kijken of ik wat bones heb. Ik denk dat ik wel wat bones heb. Dan kan ik boommeel maken. Plaats ik even wat saplings op die berg, waardoor er wat boompjes op me... ding spannen. En dan met de boommeel kan ik wat gras laten groeien. Waardoor de poortbrug wat natuurlijker is. En dan ga ik nog met het schaartje ga ik even wat leaves hakken. En dan laat ik die ook nog leuk hangen. Ja, we hebben twee botten. Oké, met twee botten is niet al te veel. Dus we hebben op zich wel wat meer botten nodig. Misschien ook even van Rick kan lenen zometeen. Maar laat ik het eerst maar gewoon even gebruiken. Kijk, de bomen groeien vanzelf wel. Maar ik heb gewoon meer mijn gras nodig wat hierop moet groeien, weet je. Kijk, zo ziet het er toch oprecht al beter uit. Misschien hier nog eentje dan, weet je. Hier. Kijk, en dan nu wil ik ook nog wat andere soort blokken ertussen proppen. Dat er echt verschillende soorten zijn. Maar het begint er echt al beter... Kijk, één boom is zelfs al gegroeid. Het begint er oprecht al allemaal beter uit te zien, die hele poort. Vervangen we het een beetje hier en daar, waardoor je wat diversiteit krijgt, weet je. Zoals hier is het heel één geheel. Doen we zo, zo, zo. Waardoor je gewoon... Puur, kijk, dan krijg je een beetje verschil erin, zie je? Kijk, zo ziet de poort er echt al natuurlijk uit. Dat is het hele idee. En dan wil ik uiteindelijk die leaves natuurlijk, nu springt dat er zo uit. Maar dat wil ik om de hele berg heen. De hele vallei moet er uiteindelijk gewoon echt zoals dit uitzien. Met leaves en bomen erbovenop en weet ik veel wat. Echt dingen die huisjes die uitsteken. Zo, ik moet zelf uiteindelijk ook nog een huis bouwen. Dat is wel het hele plan. Ben je nou allemaal dingen van René aan het stelen? Zeker niet. Wat dan? Ik ben even aan het kijken hier, oh. Ja, ja. Je bent alleen maar dingen aan het stelen. Zo. Wat is dat? Nee! Wat is dat? Dit meen je niet. Wat ging je doen? Ik zit al gewoon een uur lang. Oh mijn god. Wat? Ik hoorde al dat voetstappen. Hoorde je mij niet dat het roepen van... Hoor ik ja, waarom denk je dat ik stil ben dan? Oh mijn god. Oh, je bent gewoon een geheime tunnel aan het bouwen. Ik was een secret tunnel aan het bouwen. Oh, maar dit kan ik gewoon toch niet tegen nee zeggen? Ja, op zich. Ik had er gewoon stil blijven erover, hè? Een geheime tunnel. Ik was letterlijk net hier, en... Maar je kan René van hem hier bespieden gewoon. Ja, dat was ik ook van plan. Ik wou zeg maar... Zoiets doen of zo. Oh ja, ja, dat is echt goed. Dat moet je doen. Dat moet je oprecht doen. Zie je dit goed? Nee, ja, dat zie je bijna niet, joh. Dat valt echt bijna niet op. Wat goed. Dat is top. Nee, dat moet je zeker doen. Jordi is hier ergens. Hij is niet in mijn huis, dat weet ik, maar... Ik denk dat hij... Oh, dat schrik me helemaal kapot. Oh mijn god. Ik schrik helemaal. Ik word echt gek van Bjorn. Hoezo? Hij snapt het zeker allemaal niet. Nee, het is echt vreselijk. Kijk, mijn ding is bijna af. Mijn poort. Die is oprecht heel dood. Leuk, hè? Wanneer ga je nou een keer een huis bouwen? Ja, weet ik niet. Ik bouw eerst de poort, zeg maar. En dan moet daar nog een twee keer zo'n grote poort komen. En dan kan ik pas beginnen met mijn huis. Dus dat is helemaal kort. Ja, ik ben ook begonnen met mijn trap. Een trap naar? Naar mijn huis. Want ik heb een huis, zeg maar, daar ook zoiets aan. Oh, maar dan bovenop de berg. Ik moet eerst gewoon nog de poort bouwen. Dan ga ik daarna nog daar de poort bouwen. Tot nu toe is dit mijn base gewoon. Kijk die farm trouwens, hoe zet. Ja, René heeft hem verplaatst naar binnen waarschijnlijk zometeen.
Oh mijn god, al die skeletons. Ja, maar die heb ik nodig. Ik heb jullie botten nodig, jongens. Jullie botten. Ja, botten. Top. Dan komt hier een lantern. Hoppakee. Kijk, dan gaan we even alles verlichten een beetje, jongens. Zo, lantern in het midden. Uiteindelijk wil ik er ook gewoon zo een paar hebben. Zo eentje. En dan nog hier één. Oké, dan kan die ook weg. Deze paal kan ook weg. Volgens mij is de dinges nu wel goed belicht. Nu kan hier en daar gewoon nog een fence. Ten eerste wil ik zeggen dat jij mokerveel detail in je muur hebt. Ja. Ten tweede wil ik zeggen dat je hier gewoon een fucking open gat hebt. Ja, maar dat komt ook nog allemaal. Het is niet om mensen echt buiten te houden. Het is meer om het, zeg maar, dit gewoon één vallei te maken. Weet je, dat het één geheel is voor je gevoel. Maar dit ga ik inderdaad berg van maken hier. Ik ga gewoon de berg verlengen. Ja, ik ga de berg oprecht verlengen. Oké, hij is af. Jordi die staat er ook prachtig bij. Althans, hij is af. Er moet nog lichten bij. Er zijn nog niet genoeg lichten, maar Jordi heeft allemaal lanterns gestolen. Jammer. Yeah. Nee, maar hij is wel leuk, hè? Zo, hij is nog niet helemaal af. Hier en daar misschien nog wat details erbij. En de bomen moeten nog groeien bovenop. Gras. Ja, hé, wacht. Ik heb trouwens nieuwe botten. Dus ik kan nog een paar boomjool dingen planten erbovenop. Zo. Zo. Ja, ik vind het wel leuk. Het is wel een beetje een natuurbrug geworden. En dat was een beetje de intentie, weet je. En uiteindelijk wil ik, hoeveel details dit ding heeft, wil ik een beetje heel rondom hebben. Alleen dan met wat minder hout ertussen. Maar gewoon de leaves overal een beetje, weet je. Dat gewoon een leuke mooie vallei is om in te wonen. Rick's huis wordt dan een, wordt mijn plashokje. Dit staat Rick beter, hè. Zie hoe ze lelijk klopt niet. Ja, hoe hou dat maar op, Rick. Zo. Ja. Ziet er goed uit. Hè? Dat vond ik dus ook. Waar is Rick nou? Huh? Waar is Rick gebleven? Ik ben hem kwijt. Wacht, ik moet dit grasblokje even hakken, hoor. Oh, hey Rick! Greppel, wat zeg je? Hij vond dat andere ook al lelijk. Hou op, hoor. Ik ben hier gewoon base progressie aan het maken. En jullie zitten alleen maar gewoon te zeuren aan mijn hoofd en zo. Ja, ik mag hier waarschijnlijk toch niet meer zo lang wonen. Nee, klopt. Ik kan ook nog wat mooi, dus... Je limiet is bijna op. Oké, dan plaatsen we de laatste blokjes hier en daar. En dan vind ik de muur voor nu vind ik wel van mooi, weet je. Dan laat ik hem voorlopig wel gewoon eventjes zoals het is. Kom hier even, ik heb een heel pad in het midden gemaakt. Je rotjongen weer. Nee. Niet meer obsidian. Nee. Je hebt ice bucket challenge, ik weet wat je gepakt hebt. Wat dan? Ja, obsidian blok. Nee. Jawel, ice bucket challenge. Je hebt letterlijk mijn obsidian gepakt. Uit mijn kist. Ice bucket challenge? Op de ene blok of obsidian. Ja, maar ik weet toch ook wat die challenge is, jongen. Nee, haal hem weg. Haal hem alsjeblieft weg. Dit past in de poort. Nee, die past er niet bij. Dit is gewoon een rare steen. Dat past er niet bij. Haal hem alsjeblieft weg. Ja, ik ben tevreden, jongens. Ik ben tevreden met hoe het op het moment uitziet. Dus dat is goed. En dan als ze daar hebben support, die wil ik hier ook maken. Maar hier wil ik hem zeg maar met een boog omhoog maken. Dus eigenlijk hier heeft hij ook een beetje, hier loopt hij meer zo'n schuin met de natuur mee. Maar hier wil ik hem echt een beetje met zo'n arch. Niet zo helemaal, maar gewoon een beetje soepel zo. Dat hij gewoon wat groter zit midden. Of juist hier wat groter en hier weer wat kleiner. Zodat hij meer zo loopt. Moet ik even kijken nog hoe ik dat ga doen. Maar ik heb in ieder geval een grotere versie van dit wordt het eigenlijk. En ik ben hier op zich al, nou valt er mee hoe lang ik mee bezig ben geweest. Als ik hier even op focus, dan heb ik dat ook zo gemaakt. Maar dan is de vallei wel... Qua afzetting is hij af. En dan kan ik beginnen met erin bouwen. En misschien een leuk beestje voor mezelf plaatsen. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker eventjes. Binnenkort weer heel veel nieuwe video's. Vind jij Content Veen nou zo leuk? Volg dan zeker ook even de andere YouTubers op Content Veen. En wil je nou ook je eigen server regelen? Zoals deze zombie hier? Check dan zeker even Cast Hosting. Linkje staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Spreek je later. Graag je water. Tot 4 flesje bier. Hey!